de Helderse winkelgebieden zijn tiptop in orde. Wethouder Michiel Wouters reikte op 12 mei het keurmerk Veilig Ondernemen uit aan 4 verschillende winkelgebieden. Dit is even snel een ster overhandigen, maar daar gaat een heel proces van 3 jaar aan vooraf. Waarin de samenwerking met politie, brandweer en gemeente en de ondernemers zelf toch tamelijk intensief is om de winkelcentra in ieder geval schoon, heel en veilig te houden. Maar met het winkelcentrum en alle mensen die zeg maar, daarmee te maken hebben met schoon, heel en veilig komen bij elkaar. Dus politie, brandweer, iemand van de ondernemersvereniging, iemand van de gebouwen. En dan kijken we gewoon eventjes, hoe loopt het, wat is er? Nou, en dan zijn er altijd wel wat aanbevelingen, er zijn wensen. Nou, niet alle wensen kunnen vervuld worden. Niet alle aanbevelingen worden opgevolgd, maar stapje voor stapje komen we steeds een beetje verder. Wat is de meest ingrijpende wijziging geweest in die periode? Toch wel de jeugdcriminaliteit en de overlast van de hangjeugd. Ja, ja. Ik kan zeker zeggen dat ons winkelcentrum een heel veilig gebied is, een heel rustig gebied, gewoon in een normale woonwijk. Maar ook wij hebben wel een periode gehad dat er heel veel hangjeugd was. En dat begon, dus te escaleren. En dat met veel overleg met de wijkagent, met bepaalde projecten. Dat ook de politie gesprekken had met de ouders. Ja, hebben we dat wel gewoon de kop weten in te drukken. Ja. Het belangrijkste is dat je elkaar weet te vinden. Ja. Om snel iets op te lossen. Die vergaderingen, dat zijn gewoon vergaderingen en dat zijn de lange termijn wensen. En dan ga je kijken wat je kan realiseren. Maar veel belangrijker is het om ad hoc in te kunnen grijpen. Ja, precies. Ja, het is voor ons als gemeente natuurlijk van belang dat het ook zo blijft. Kijk, want de achterliggende gedachte is natuurlijk, zoals ik ook gezegd heb net, de detailhandel heeft het moeilijk. Had het al moeilijk voor corona en daarna is dat corona ook nog gekomen. Het is van belang dat we die mensen, het winkelende publiek, ook iets aantrekkelijks bieden, zodat ze ook naar die winkelcentra willen gaan. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de klanten en die zijn zeer te spreken over hun winkelcentra. Het is nergens troep. Het is allemaal schoon, netjes. Heel leuk winkelcentrum. Heel gezellig. En heel, ze hebben alles wat ik nodig heb tenminste. Ja. Ja, het is heel leuk hoor.